Nou, goedemorgen, hier sta ik dan bij Vindingrijk in Breda. En het is nu een woensdagmorgen en ik ga rondkijken en ik neem jullie mee daarbij. Dus, jullie zullen het zien. Nou, ik ben niet specifiek op zoek naar iets, want dat doe ik eigenlijk nooit. Maar diegenen die mij volgen en mijn sportschoolverhalen hebben gehoord, die zullen dit herkennen. Ik ga hier ook eens kijken bij de sportkleding, want daar hangt heel veel alles tussen. En dan kijk ik dus inderdaad gewoon letterlijk gewoon overal doorgaan. Zo van oké, dit shirtje iets is, dat is. Dat is dus altijd eigenlijk. Dus ik ga zoeken. Nou, hier sta ik dan met een hele boel dingen die ik gevonden heb die me op zijn gevallen. En de helft valt er sowieso af. Sorry, nog steeds een beetje verkouden. De helft valt sowieso af en dan denk ik, ja, dat is toch niks of zo, maar ik wil eigenlijk laten zien. Je kunt ontzettend veel vinden gewoon op een random dag. Als je maar niet denkt, ik wil per se dit of per se dat, want dat werkt namelijk niet. En nu ga ik eventjes passen. Een sportshirtje, zit lekker. Echt best wel een goed idee, denk ik. En nummer 3. Zit ook goed. Deze is wel alles, hè? Maar oké. Deze zit ook goed. En die vind ik eigenlijk ook wel lekker. Ja, en ik hou van rood, hè. Dat weet je natuurlijk. Nou, dit jasje ik bij de grotere maat, maar het is ook echt veel te groot. Soms is het gewoon misgehangen, of soms past het ook nog, maar het is echt veel te groot. Dit wordt hem niet. Deze is ook echt veel te groot. Kijk wat je ziet. We kunnen het heel ver oversluiten. Dus ik weet niet wat voor maat het is, maar het is echt veel te groot. Maar ik heb een mooi deuntje. Nou, dit jasje past. Maar hier vind ik de kraag echt te groot. Dat vraagt nogal veel aandacht. Even kijken of ik het een beetje opzij doe. Om te zien. Dan maakt hij vrij breed. En kijk, wat moet ik eigenlijk ook een beetje los doen. Wat wat soepeler maakt. Deze maakt een beetje te boxy, dus dat ga ik niet doen. Zo'n mooi ding. Dit vliesjasje is heerlijk warm. Zit echt heerlijk. Kan je het zo zien? Ja, zit echt heerlijk. Echt een geweldig dingetje. Ik ga eerst eens even wat opruimen. Ik zal wachten. Hier hebben we het oude damesvest. Eigenlijk vind ik het wel heel leuk. Ik twijfel een beetje over de kleur. De kleur komt ook iets anders over het beeld, zie ik wel. Maar twijfel ik een beetje over. Dus dan moet ik eventjes over nadenken. En dit is het moment dat ik altijd in conclaaf ga met mezelf. Dit is wat ik vandaag aan heb. Alles is vintage, behalve dit jasje. Het blouseje komt ook hier vandaan. Die rok komt ook hier vandaan. En de panties en schoenen uiteraard niet. Maar dan ga ik altijd in conclaaf met mezelf oplopen. Wat je achter je ziet. Dus je zult het zien. Ik heb sportschipjes die ik wel heel leuk vind. Die stonden eigenlijk allemaal goed. Ik ga even kijken wat voor materiaal het is, want ik heb 3 rode. Rood is natuurlijk sowieso mijn kleur. Ik hou daar ook gewoon van. En er waren eigenlijk verder geen mooie kleuren ofzo. Dus die heb ik waarvan ik denk, zal ik ze doen of niet doen? Nee, dat ze 1,50 per stuk zijn, dus misschien moet ik ze maar gewoon doen. Maar kijk even het materiaal, want 100% polyester is niet zo lekker. En verder heb ik nog een sportbroek. Een nieuwe zo te zien. Die heb ik 3,95 te zien. Ik heb een blouseje. Een geprobeerd blouseje. Die is 2,10 euro. Ik ben heel liefje. Dit jasje, dit vind ik wel heel lekker warm, maar dat ga ik niet doen. Het is toch wel, denk ik van ja, het is eigenlijk geen vlees, geen vis. Dan zou ik het wel dragen op de sportschool, maar er moet eigenlijk een jackie voor zijn en dat is het niet. En dit vest zit ik nog even over na te denken. Het is wel een leuk vest. En het is 4,50. Maar het is ook wel een heel mooi ding. Ik ga even naar materialen kijken.
Goedemorgen, leuk dat jullie weer kijken. Ik ben Corrie en ik vertel elke week iets over mijn leven. En dat is vooral kleur, kleding, lifestyle, kringlopen, de heel veel kringlopen. En nou ja, gewoon alles wat ik een beetje meemaak. En dat laat ik elke week zien in het kader van Stories We Tell. Ik zal het hieronder zetten. Nou, deze keer heb ik eigenlijk iets te vertellen over blinde vlekken. Zoals iedereen heb ik ook blinde vlekken, maar ja, ik weet het niet, want ja, blinde vlekken, die zie je nou eenmaal zelf niet. En het was een vriendin die het tegen mij zei. Ik heb gisteren weer een verhaal gezet op Stories We Tell en dat verhaal ging over de goede voornemens en dat je heel veel reclame ziet voor sportschool. En nou, dan zie je al die mensen daar een beetje van kekke pakjes en dergelijke. Nou, zo ziet er dat bij mij niet uit. Dat heb ik dus letterlijk gezegd. Zo, van een oude yogabroek, een oud t-shirtje dat wel schoon is, maar daar heb je ook alles mee gehad. En iets van een trui eroverheen en een sjaal, want het is dikwijls koud in de sportschool. En daarbij vertel ik ook dat ik één keer per week ga ik zwemmen en als ik ga zwemmen, een mooi badpak, dat is wel heel belangrijk, want dat zie je heel goed. Want ja, in het zwembad is natuurlijk niks te verbergen. In de sportschool kun je nog een beetje doen, maar in het zwembad, alles zie je. En goedkope badpakken ziet er echt heel lelijk uit. Daar ben ik het nog steeds helemaal mee eens. Vriendin die belt op en die zegt, Corrie, zei ze, zet ik kan echt niet. Ze zegt zoiets van, wat bedoel jij nou? Ja, zei ze, moet je eigen stukjes lezen. Zit je te vertellen dat je, dat je de tip geeft dat je goed badpak moet kopen? Ze zei, ben ik het ook helemaal mee eens. Ze zei, dan zeg je in de sportschool dat je je oude rommel aan hebt. Ze zei, dat kun je niet doen. Ze zegt, je moet daar ook gewoon leuke kleren aan hebben, zei ze. Ze zegt, gewoon, wat bij je leeftijd past en zo, maar gewoon leuke kleren. Dat moet je doen. Nou, ik heb vreselijk gelachen. En om een eigen blinde vlek, want ik zag het namelijk werkelijk niet. Dus ik had het plan om vanmorgen, dat heb ik ook gedaan, naar de sportschool, of niet naar de sportschool, naar de kringloop te gaan om daar te filmen. En ik wilde ook iets, dacht van nou, wie weet vind ik daar ook sportkleren. Nou, die heb ik er gevonden. En dit zal van Nicolette, want het was Nicolette die dat deed, die mij belde, zal het vaste goedkeuring kunnen wegdragen. Tenminste, dat hoop ik, hè. Want ja, je weet maar nooit nu natuurlijk. Maar ik was eigenlijk niet per se van plan om bij de Vindingrijk iets te kopen aan sportkleding. Maar toevallig was er heel veel sportkleding. En ik denk, nou ja, ik kan er in ieder geval geen builen aan vallen. En ik zal alvast vertellen, ik heb €30,08 uitgegeven. En dat is heel veel sportkleding, niet alles. Er zitten nog een paar gewone dingen bij. Maar totaal €30,08. En ik had 9 dingen had ik. En er waren een paar dingen die waren voor de helft van de prijs. Dus dat scheelt ook. Nou, ik heb sportshirtjes. En dat is natuurlijk van dat speciale spul. Want ik gebruik eigenlijk gewone t-shirtjes. Dat is wel lekker. Maar hier heb je van die speciale, van dat speciale materiaal. En dan heb ik hier een sportshirtje. Kijk, rood en 2018. CZ Tilburg, Ten Maals. Nou ja, ik heb het zelfs vastgelopen hebben. En hier heb ik voor betaald €2,95 en dan de helft, dus zeg maar €1,50. €1,50 heb ik voor zo'n t-shirtje betaald. En ik heb nog een rood t-shirt, want ik hou van rood en er was toevallig veel rood. En deze vond ik gewoon heel grappig. Panama. Volgens mij komt het ook daar ook echt vandaan. En nummer 12 staat er ook nog achterop. Fanatico Official. Nou ja, oké. Okay. Die was ook zoiets. Ook €1,50 of zo. Dat is ook iets van €3 en dan voor de helft. Ja, nog steeds verkouden, sorry. En ik heb nog een rood shirtje. Ja, de rode shirtjes waren het mooiste. En stonden het beste. En dit is ook een echt sportshirtje. En deze is van Krivit, denk ik dat het is. En dat was ook iets van €1,50 of €1,60. Iets in die geest. Dus dat heb ik aan shirtjes gekocht. Oh nee, ik heb nog een lang shirtje gekocht. Of een shirtje met lange mouwen. En dat is van Adidas. En dit was voor de Belgian Paralympics Comité. Dus heel, ja, het zat wel lekker eerlijk gezegd. Ik denk of ik nou als pyjama gebruik, maar die kleur staat me ook goed. Maar in ieder geval, of als pyjama of met lange mouwen om iets te sporten of zo. Dus het leek me ook wel wat. Dus die heb ik gekocht. En €2,95, €3,95, zoiets. Ook niet veel. De precieze prijzen weet ik dus niet meer. Maar ja, je kunt ongeveer uitrekenen als alles €30 is geweest. En je hebt 9 dingen, dus dan ben je ruim €3 per stuk kwijt.
Dus gemiddeld. Ik heb een soort vest, een sportachtig vest, zeg maar. Zo'n sportding gekocht. En er staat, even kijken, staat wel een merk in. Meuberg. Meuberg staat erin. Meuberg. En een maat 1. Nou ja, ik weet het niet. In ieder geval, dat is gek, want dat spul is, voelt niet warm, maar als je het aan hebt, was het wel warm. Dus ik denk, nou, dat is misschien wel leuk om er dat bij te doen. En het is ook gewoon uitproberen. En ik heb ook een sportbroek gekocht. Dat is volgens mij een nieuwe. Want die kun je gewoon aan het spul zien. Het is gewoon niet gewassen of zo. Dit is een broek van Esprit. Esprit. En dan een XL. Staat er ook op. En ja, gewoon van dat zeg maar t-shirt spul, van dat rekspul. En het zat lekker, stond prima. Goeie maat, niks meer aan doen. 3,95, 4,95, zoiets was hij. Dus, nou ja, dat is mijn sportafdeling. Ik zal het straks op de foto zetten en ik zal er nog een verhaal bij ze vertellen, want dat moet ik dan zo meteen vertellen. Maar ik zal eerst even laten zien wat ik nog meer gekocht heb. Dit is een beetje de wildcard. Dit is een blousejasje, zo. Ik vond het wel leuk. Ja, ik hou van bloemen. Ja, ik kan er ook niet aan doen. Ik vind dat gewoon leuk. En dan met een rits en zo. En het is, dat ik denk van ja, het stond me goed. Het merk Lijns. Geen maat, geen weet ik wat verder erin. Dus dat weet ik eigenlijk ook niet. Maar ik vond het een leuk ding. 4,50 of zo. Zoiets. Ik heb een pyjamajasje gevonden. Ook een nieuw. Pyjamajasje van de Hema. Het is een herenmaat, 46-48. Maar het is eigenlijk wel heerlijk om 's nachts te dragen. Want het is natuurlijk, dat katoen is ook heel lekker. En als laatste heb ik een vestje gevonden. Een vestje wat eigenlijk vrij donker is voor mij. Maar ik denk, ik draag er iets lichts onder. Een vestje van Caddis & Gilmore. En maat L, het hing bij de heren. En maar toen ging ik het passen en dan was er gewoon een damesluiting aan. En gezien dat randje is het natuurlijk ook echt wel een damesrandje. Dat is geen herenrandje. Sorry voor het goest. En hier heb ik ook iets van 4, 5 euro voor betaald. En oké, ik zal dus, ja, als ik dan toch elke week een filmpje maak, dan moet ik ook maar gewoon eerlijk zijn. Ik zal dus mezelf op de foto zetten met mijn sportkleding, zoals ik er van de week echt nog gisteren nog gesport heb. Tot mijn schande, eerlijk gezegd. En ik zal dan een nieuw setje sportkleding laten zien, dat misschien toch een beetje beter is. En dan liever niet op de sportschoenen te letten, want dat dacht ik ook, dat kan ik ook wel eens anders doen. Wat ik tegelijkertijd ook gisteren geregeld heb, dit heb ik dan vandaag geregeld, maar gisteren, toen was eigenlijk vorige week met een vriendin naar Maastricht geweest, vintage shoppen. Een hele mooie avondjurk, want ik vond hem zo leuk. Ik dacht, ja, kan het er wel eens passen. Knalrood en zo, en dat was gewoon heel mooi. Duur merk, ik kwam van Ungaro en het was denk ik iets van 60 euro nog. Maar ja, dat is natuurlijk voor niks, want zo'n ding dat heeft 700, 800 euro gekost. En ik denk, nou ja, leuk, laat ik dat eens passen. En ik stap uit de paskamer, zie mezelf in de spiegel en denk, oké, een nieuwe BH. Want dat is ook zoiets, hè. BH's, daar let je eigenlijk niet heel erg op. Je bent eraan gewend hoe ze zitten en hoe ze staan, weet ik wat. Het was tijd dat er een nieuwe kwam. Dus ik ben gisteren even in de stad geweest en toen heb ik mezelf opnieuw op laten meten. Eigenlijk, of tenminste, ik heb gezegd, dit is mijn maat nu. En nou ja, toen zei ze van, nou, dat klopt dus niet. Onderwijten te wijd, cup te klein. Oké, dus cup is flink wat groter dan ik dacht dat hij moest zijn. Maar ja, ik zal dat ook laten zien. Ik ga niet in mijn BH staan, hoor. Zo gek maak ik het niet. Ik laat in ieder geval met een t-shirtje aanzien hoe het eruit ziet met mijn oude BH en met mijn nieuwe BH. En dan zie je waarschijnlijk ook wel een heel groot verschil. Nou, dit was dus een filmpje over de blinde vlekken en over de sportkleding en over de BH. En nou ja, ik ga nog een ander filmpje maken, maar dit is in ieder geval het eerste alvast. Dan hoop ik dat jullie het leuk vinden. Als je het leuk vindt, abonneer je dan. Het scheelt voor mij echt heel veel. Of duim omhoog, dat scheelt ook allemaal heel veel. En als je het niet leuk vindt, niks meer doen. Nergens voor nodig. Hoef je niet op te reageren. Oké, ik zie jullie volgende week weer. Dag!